voor het onderzoek zorgen we eigenlijk dat de nek in een neutrale stand staat. Dus dat er geen antiflexie of retroflexie is. Dus we zorgen ervoor dat de hoofdsteun van de bank iets naar beneden staat. Oké, okay. Mag je op de buik komen liggen? Dan doe ik even het licht uit, zodat we een beter beeld hebben op het echografieapparaat. Ik doe wat gel op de probe. En dat zorgt eigenlijk voor een geleidingsstof tussen de huid en de geluidsgolven die uit het probe komen. De gel voelt wat koud aan. Dus dat je dat alvast weet. Allereerst zoeken we de spinosie van C2 op. En die voelen we dan hier. Vervolgens dan plaatsen we de probe op de spinosie van C2. Zorg ervoor dat je het snoer altijd vasthoudt. Voor het geval dat de probe uit je hand glijdt. Vervolgens plaatsen we de probe iets naar rechts. We hebben het hele onderzoek weggezet op de rechterkant van de musculus rectus capus posterior major. We kijken op het beeld. En dan zien we nu dat de zwarte structuren, dat zijn de spieren. En de witte structuren is al het fascie eromheen. Vervolgens schuiven we de probe naar boven toe, zodat hij tegen de schedelrand aankomt. En dan kantelen we de probe, zodat het, zie je het beeld op het echografieapparaat wat veranderen. Oké, dan hebben we hem gevonden. Druk op de vriesknop. Het beeld staat vast. Haal ik de probe eraf. En dan mag je even komen zitten. Dan ga ik ook even uitleggen wat we op het beeld zien. Oké. Nou, wat we zien is de zwarte structuren, dat is de spieren, dat die zijn dikker van structuur, dus die weerkaatsen minder geluidsgolven. Oké. Klopt. En dan zie je hier zo, zien we de semispinalis. Ja. Hier daarnaast is de splenitis capitis. Ja. En dan zien we hier zo een fasciestructuur, dus het witte. Ja. Met daaronder zien we hier zo nog twee zwarte structuren met een scheidingslijn ook. En dan hier is hier dit de major. Ja. De musculus rectus capitis posterior major. En dit de musculus rectus capitis posterior minor. Hmm. Dus dit is de spier waar we naar op zoek zijn. Oké. Van deze spier gaan we nu de diameter bepalen. En dan kunnen we dadelijk, de andere groepje doet hetzelfde onderzoek. En dan kunnen we die tegenover elkaar wegzetten en kijken van wat de interbeoordelingsbetrouwbaarheid is. Wat we... Oké, ja, prima. Ja, oké. Dan gaan we eventjes kijken. Measure, daar. Zetten we hem hier neer. Net voor... Dan trekken we hem recht naar beneden. En dan komen we uit op 4,5 millimeter. Hmm. En uit onderzoek blijkt dat het tussen de 4 en de 6 millimeter dat normaal is. Dus jij zit er goed binnen. Oké. Het is wel van belang dat je het nu het resultaat voor jezelf houdt. Mm-hmm. Je kan het wel vergelijken voor jezelf van oké, het andere groepje naar hele andere resultaten, het een beetje hetzelfde. Maar dat je niet al van tevoren aangeeft van ik had bij dat andere groepje 4,5 millimeter.